Ik ben Gio. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Amsterdam-Noord. Op dit moment ben ik een student op de Hogeschool van Amsterdam. Ik volg de opleiding sociaal-pedagogische hulpverlener. Ik zou namelijk graag zelf de hulpverlener willen worden die ik heb gemist. Ik ben namelijk opgegroeid van mijn 7e tot mijn 15e in verschillende internaten en instellingen. Dit is ook de tijd dat ik erachter kwam dat ik geen gevoelens had voor vrouwen, maar voor mannen. Dat klopt, ik ben homo. Ik denk dat ik een jaar of 10 was toen ik erachter kwam dat ik gevoelens had voor mannen. Op dit moment woonde ik nog in het internaat. Er was voor mij hier helemaal geen mogelijkheid voor om uit de kast te komen. Er heerst hier een echte macho cultuur. Iedereen was stoer en iedereen was gangster. Dus homoseksualiteit, homaar, dit was een echte taboe. Ik was 15 jaar oud toen ik terugging naar mijn ouders. Mijn ouders woonden op dit moment in Amsterdam Zuidoost. Hier kwam ik eigenlijk al gauw uit de kast voor het gezin. Het gezin liet al gauw merken dat ze mij accepteerden en dat ze van mij houden om wie ik ben. Het was voor mij heel fijn om uit de kast te zijn. Ik kon eindelijk mezelf zijn. Alleen dit gevoel had ik nog niet toen ik buiten kwam. Er heerste in Amsterdam Zuidoost namelijk nog steeds een hele erge macho cultuur. Dus ook hier kon ik niet uit de kast komen voor mijn vrienden. Toen ik 17 jaar oud was, ben ik verhuisd naar Amstelveen. Hier ging ik wonen bij mijn tante. Toen ik hier kwam, was het net alsof er een hele nieuwe wereld voor mij openging. Ik leerde hier dat ik mezelf mocht zijn. Ik leerde hier ook een heel ander soort mens kennen. En ik kreeg een hele andere soort vrienden. Vrienden die er vandaag de dag nog steeds van mij zijn. Op dit moment gaat het goed met mij. Ik heb me 2 jaar ingezet voor het COC. Dit is de grootste nationale organisatie die zich inzet voor LHBT-rechten. Op een gegeven moment ben ik mij gaan inzetten als vrijwilliger bij het COC. Toen ben ik ook een reeks voorlichtingen gaan geven op een middelbare school in Den Haag. Het was voor mij heel raar om dit te doen, want ik vertelde de leerlingen dat zij altijd zichzelf moeten kunnen zijn. Maar ik was mijzelf ook helemaal niet op het moment dat ik het pand verliet. Dit was voor mij genoeg reden om zelf eens uit de kast te komen. Ik was er namelijk helemaal klaar mee. 15 minuten later zat ik in de trein en heb ik een heel Facebook bericht getypt. Hier heb ik uiteindelijk heel veel positieve berichten op gehad. Op dit moment ben ik voornamelijk gefocust op school en stage. Ik loop nu stage bij Dynamo. Samen met Dynamo ben ik bezig om lotgenotencontactbijeenkomsten te organiseren voor LHBT-jongeren. Als ik een euro had gekregen voor elke keer dat iemand tegen mij zei dat er van mij niks terecht zou komen, dan was ik nu echt stinkend rijk geweest. Dus wat ik jullie wil meegeven is laat ze maar praten. Geloof in jezelf, doe wat jij belangrijk vindt, doe wat jij leuk vindt, want er is niemand die dat voor jou gaat doen.